Helemaal! Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En vandaag gaan we weer verder met onze Blind Bags Marathonweek. Woehoe. En dit hebben we binnengekregen. Hier zaten we eigenlijk al het hele weekend op te wachten. Maar PostNL deed een beetje moeilijk. Ja. Gelukkig is het aangekomen. En dit hebben we gekregen van Boti Europe. En die zijn we heel blij mee. Ja, want hoe ontzettend schattig ziet het er nu al uit. Ja, en wij zijn heel erg fan van Disney. Yes. En dit zijn in Nederland nieuwe Disney doorbels. En in Amerika zijn ze al een tijdje. Dus ik denk dat wij serie 1 hier in handen hebben. Ja. En we hebben deze grote gekregen met het huisje. En we hebben zo'n kleintje gekregen. En eentje hadden we laatst al gekocht voor een Blind Bags Toys Hotel. En toen dachten we, nou, neem die gelijk mee. Ja. Ze zijn te koop bij bol.com. Ik zal hieronder ook even linkjes zetten. Zoals bijvoorbeeld de grote verpakking met het huisje. Is €7,49 en dat valt me echt mee. Want er zit een poppetje Alice in Wonderland bij in. Maar er zit ook nog een verrassing bij in. En de kleintjes, de losse Disney Dorables, er zitten 2 of 3 in. Je weet het nooit, het is een verrassing. Die zijn €3,74. Ja, dus eigenlijk, ik vind het best wel meevallen. Ja, vind ik eigenlijk ook. Ja. Dus zullen we gaan uitpakken? Ja, nou wat gaan we eerst doen? De kleintjes? Eén kleintje en dan de grote en dan één kleintje? Ja. Goed. Nou, 1 van 2 hebben we gekocht. We weten alleen niet meer welke. Dit is het. Dorables. Nou, dat betekent natuurlijk adorable dat het heel schattig is. Maar Dorables, ze zitten in een deurtje. Ja. En er zijn er heel veel om te verzamelen. 78, jongens. We hebben het over. Dat is echt heel veel. Zie? Kijk hoe leuk. En er kunnen dus 2 in zitten. Of 3. Ja. Sparkly Glitter Eyes. Kijk hoor. Always. What awaits you behind the door? Your favorite Disney Dorables character with sparkly glitter eyes, so tiny and cute, you can't help but collect them all. Will you find a limited edition Disney Dorable? Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, ik denk dat dit ons nieuwe verzamelding wordt, ja, want wij zijn heel erg... Wij zijn heel erg van de kleine schattige... En vooral Disney! Ja, ik heb ook een hele bak Tumtums hier achter me staan. Ja, en Boti Europe is... was ook van echt van Tumtums. Ja? Alleen Tumtums worden haast niet meer in Nederland verkocht. Nee. We hebben er ook heel veel uit Amerika die laten jelly, komen. Jelly. Ja. Ja. Nou, we gaan die uitpakken. Okay. Er staat ook voorop, how many figures inside, 2 or 3. Dus nou. Mini Peak staat hier. Ik heb geen idee. Nou, ben jij... Seaback for details. En het is van Moose Toys, zie ik al wel. We gaan hem gewoon uitpakken. Zal ik het plasticje eerst maar even met een schaar... Met een schaar? Oh, hier. Oh. Ja, ik net zeggen. Voorzichtig langs de eindje. En daar gaat hij. Wow. En dit is natuurlijk wel belangrijk dat er plastic omheen zit. Want als het in de winkels te koop is, anders kun je er stiekem in kijken. Ja. En dat is gewoon niet leuk. Nee. Als je al weet wat erin zit. Nou, en nu kijken of je hier die deur open moet doen. De deur open, zo hier of zo. Ik heb geen idee. Mini Peak. Moet je hem openmaken? Ik vind het zonde. Oh. Of van hier. Oh, ja, wacht. Ja, ja. Of van de achterkant. Of nee, hij moet echt van de voorkant. Ik wil hem ook echt van de voorkant aan openmaken. Zonder dat we hem... Ja, wacht. Helemaal stuk maken. Daarvoor zijn de doosjes weer te leuk. Even wachten hoor. Ik krijg... Dat gaat heel goed. Ja, maar ik had nog nooit het plastic eraf gehaald. Dus ik wist niet hoe het moest opengemaakt worden. Ja, ik heb hem. Oké. Het is echt een deurtje. Let op. 2 of 3. Ik ben heel benieuwd. 2. Ik pak die eerste. Oh. Wie is dit? Wacht maar even, wie is dit? Dit is die guy van Alice, Flip van Frozen. Welke? Die hè, van Frozen? Ja. Zit er ook een kaart in? Ja, ja. Jij hebt die andere al in je handen, hè? Oh, ja, die is... Laten we nog maar die zien. Even plastic eruit halen waar ze in zaten. Dit is het hele huisje. Weet je van Sven, de... die op de... Maar dan die blok. Oh, hier is nog... Oh, jeetje. Limited edition. Oh, je hebt een stand. Dat is leuk. Kijk. Hier zit een gaatje onderop. En het voetje. En dan kijk, kun je dus... Frozen. Hier. Kijk, dit is Kristoff. Oh, zo heet hij. En hij is groen. Welke is groen? Groen is rare. Rare. Nou. Maar er zijn nog veel meer. Je hebt ook ultra rare, limited edition en special edition. Winnie de Pooh, oh, die zijn allemaal... Ja, zijn we even op de stand, zet laat Winnie ik de Pooh zijn allemaal special edition. Limited edition. Oh, Lumière. Oh, Mickey Mouse, Steamboat, Willy. Baby Moana. Oh. Oh. Winnie de Pooh. En die zijn allemaal special edition. Monsters Inc. Die er zit van alles een in. Baby van Mike.
Ja, van Boe. Hij lijkt op een baby. Van Boe heb je ook zo'n huisje zoals die daar achter hebben staan. Dus die laat ik straks zien. Alice in Wonderland. Nou, daar hebben wij dus daar het huisje van. Dus die staat hier niet bij op. Die zit in het huisje. Maar ja, dit zijn niet 78 hè, die hierop staan. Er zijn nog veel meer. Maar andersom is het. Pinocchio. Ja, maar ga het toch even tellen. Frozen. Oh, zo leuk. Oh, Mickey and Friends. Deze vind ik echt... Oh, deze ook echt... Kijk nou naar Tangled. Welke kleur? Groen en blauw, Mickey. En ultra rare. Twee minis zijn het. Groen en blauw. Rare en ultra rare. Oh, kijk nou. Tangled. Wauw. Oh, deze wil ik... Lilo Stitch. Oh, Stitch. Moana, ook heel mooi. Beauty and the Beast. Oh, mevrouw. Mrs. Potts. Oh. En de Beast staat hier niet bij, maar die kun je dus ook weer in zo'n huisje krijgen. Zootopia. Oh. Peter Pan. En dat was hem. Zal ik stellen? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer ongeveer 5 is... 35 jaar, ik denk dat ze hier wel op staan. Ja. Nou, ik heb dus... hoe heet het? Staat niet zo stevig op. Ja, ik had Sven. Ja. Heette die nou Sven? Nee, is Christophe. Christophe. Sven is het rendier. Nou, blijf scherp. Wat heb jij? Nou, ik moest al was helemaal blij. Ja. Want deze hoort dus bij Stitch. Oeh. Oh ja. Deze is zo lief. Ik vind deze zo leuk. Ik heb deze kijk, ook hoor. Een... Stitch. Lilo en Stitch, dit is Scrump. Ja. En Scrump heeft wit als maar, kleur is common. Kijk, ik vind hem wel heel mooi. Kijk, die glitterhoogjes, ja. Hè? Ja, maar heeft deze ook. Oh. Ja, maar dat hebben ze allemaal. Ja, heel dat is gaaf. Wel heel leuk. Nou, er zaten er twee in. Ja. Dus, maar je kunt dus ook de massa hebben dat je er dus drie in hebt. Ja. Zullen we dan eerst de grote gaan uitpakken? Ja, en zo ziet dit doosje er dus uit. En hier zit dus een huisje in, een poppetje, twee accessoires dingen. Hier zit nog een surprise figure achter, een figuurtje. En je kunt die huisjes dus ook bovenop elkaar zetten. Ja, want kijk maar aan de achterkant. Tadaa, en hier zijn er nog veel ja, meer. Ja, kijk nou, Olaf's Chill Out, Mickey's House, Rapunzel's, Creator's Corner, Boo's Bedroom. Oh. Nou, deze hebben we dus, Alice Teacup, Hook, The Pirate Ship. Die Moana's is leuk, die vind ik heel leuk. Beast Chateau. Ja. Jumbo's Café, die is van Zoetroppels, hè? En deze vind ik heel leuk. Lilo Hangout. Want er zit ook hier. Ja, echt zo'n palmboompje. En die is ook Pinocchio's leuk. Workshop. Nou, ja, ik ga even het plastic losmaken. Maar krijgen we dan ook een figuurtje, een surprise figuurtje, dus ook in het... ook van de Alice in Wonderland? Weet ik niet. Ik ga even het plastic eraf halen. En dit is hem? Ja. En ik heb het plastic aan de achterkant losgemaakt, dus ik kan hem zo uithalen. Ja, en zelfs de achtergrond is leuk. Ja, de wolkjes. Oh. Wat leuk. Wat leuk. Ik heb hier... Oh, dit zit ook echt in een doosje, de surprise figure. Nou, mag je die vasthouden? Ja. En dan pak ik nog even de kaart hiervan. Misschien heb je hier ook nog wel veel meer van. Krijg ik hier ook twee? Nee, dit is dezelfde kaart toch als die we net hadden in handen? Ja. Ja, hè? Ja. Dus dezelfde kaart als die hier staat. Krijg ik hier ook twee in? Nee, één denk ik. En dan heb je hier dus de teacup. Even kijken. Dit is het huisje. Oh, die kun je echt zo vast. Kijk, hier kun je bovenop de stapelen. Deurtje kan ook open? Denk ik wel. Ja. Drink Me staat er ook op. Oh, hoe leuk. En alles is beglitterd. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Ook. Oh, dit is echt verslavend. Ja, dat weet ik nu al. Oh, nee. En als je bij bol.com is. Ja, nou dan weet ik het wel weer. En dan heb je nog accessoires erbij. En dat is, wat is dit eigenlijk? Een het is klok. Ja. Toch? Dit is een... Een klok met konijnenoortjes. Oh ja, en ik weet al wat het is. Het is geloof ik het drankje dat zij drinkt. Om groter te worden. En kleiner te worden. Nee, ja, groter eerst. Oh ja. Kleiner, dat was met een koekje? Ja. Andersom, dat weet ik niet meer. Ja. En hier hebben we dan... Alice! Kijk, ook die shiny oogjes. Dat is zo lief. Ja, echt heel mooi. Dus dan kunnen we haar daar zo... Oh, je kunt daar de kikkers. Hier staat niet alleen dat je bovenop kunt stapelen, maar je hebt het gaatje hieronderin. En daar kun je haar natuurlijk ook mee bovenop zetten. Oh, wat leuk. Zat in het huisje ook zo'n gaatje? Ja. Ja, in het huisje staat ook... In het huisje zit ook zo'n klein pinnetje waar je er bovenop kan zetten. Kijk, het flesje ook. Ja, het flesje ook. Alles kan vast, geloof ik. Ja. Nou. En de klok.
Heeft ook een gaatje. Hoe leuk is dat? Nou, ideaal eigenlijk, want dan raak je het ook niet zo snel kwijt. Nee. Superleuk. Nou, dan mag jij de verrassingsfiguur openmaken. Want er zit er nog één bij in. En ik weet dus niet of dat van Alice is. Ik denk het niet. Zelfs dat doosje is nog weer leuk. Heb je er weer bij? Oh, er zit nog een stand. En een accessoire in. Kijk dan. Een heel klein... Theedingetje. Theepotje. Oh, is dat dan misschien... Toch wel iemand van Alice in Wonderland. En een stand waar je er op het figuurtje op kunt zetten weer. Ja, misschien... Oh, deze is van Zootopia. Echt? Ja. Wat apart dat het zo door elkaar zit. Even kijken hoor. Nou? En dat is... Als het goed is hoor. Flash, ja. En die is common. Nou, hij is wel heel leuk. Kijk, daar staat hij. Gaat het zien? Het is een soort uil of zo. Ja, een uil. Uil. Heel veel zeggen een uil, maar het is uil. Uil. Ja, zo schrijft het ook. Het was vanille. Vanille, zeggen heel veel mensen. Jij zegt dat ook. Ik zei net eerder, ik zeg het is vanille. Nou. Het is ook een stand. Kijk, en dan zet ik poppetjes er even bij. Ja. Ik kan hem een klein beetje bijdraaien. Zo. En dan hebben we dus nog eentje. Oh. Ik ga hem openmaken. Als dit er drie zijn, oh, ik hoop echt blij. Dat het, ja, ik hoop ik dat denk drie, het niet, ja. Maar het is altijd te hopen. Ja. Hopen. Keep on dreaming. Ja. En we zouden eigenlijk een week lang een marathon doen, maar we komen nu al uit met meer dagen dan 7. Dus ja. Nou, voor jullie leuk. Voor ons ook. Want wij vinden blind bags toch het allerleukste om uit te pakken. Ja. We hebben nog meer leuke blind bags van Boti gekregen, maar die bewaren we even voor een andere dag. Ja. Hier hebben we hem. En dan moet ik dat deurtje weer open pielen hier. Ik doe mijn ogen dicht. Jij doet je ogen dicht? Ik doe mijn ogen dicht. Oké. Okay. Kijk hoor. Je moet je nagels er ook even achter zetten. Als je hem tenminste heel wil houden, je kunt de doosje ook scheuren. En misschien bewaren we ook nog helemaal niet. Zo, ik heb hem. Komt ie. Oh my god! Oh my god! Ah! Je weet het al als ik het zo geel. Ja. Zeg het maar. Is het dik thee? Ja. Oh my god! Oh. Zijn het er drie? Ja, het zijn er ook nog drie! Oh, maar jullie weten toch, alle vaste fans, hoe zo'n fan ik hiervan ben. Ik heb dus de hele collectie in de kast. Oh, ik heb een vrouw theepot. Oh, dit vind ik zo leuk. Kijk hoe lief ze er ook uitziet. Oh, dit is... Oh, oké. Okay. 1, 2, 3. Ah! Dit is echt te leuk. Oh. Wil je er vasthouden? Ja. Ik wil even op de kaart kijken. Oké, okay. Kijk hoe ongelooflijk schattig zij is. Zij is dus ook gewoon common, hè? Ik vind het wel jammer dat Chip er niet bij je in kan zitten. Dat is... Maar oh, ik vind haar zo leuk. Deze komt bij mij in de kast staan. Want ik heb die hele verzameling in de kast. Echt superleuk. En er zit er nog één in. Zal ik je die in de hand geven? Ik ga niet kijken. Oh, we hebben een dubbele. Huh? Niet te geloven. Laat maar zien. Oh. We hebben nog een keer dat uiltje van Zootropolis. Maar. We hebben dus een blind bag. Er zit er dus nog eentje bij in. Oh, oh. Dus we hebben er drie. Hier is de stand voor een van de poppetjes. En dan is hij nou leeg. Maar hier hebben we dus nog één. Daar komt hij. Handjes goed omhoog houden. Ik ben heel benieuwd. Oh my god! Dit is echt... Laat zien. Dit is echt mijn geluksdag. Oh, dit is... Oh, hij is glitterig. Oh, het is echt speciaal. Oh, wacht even hoor. Ultra rare is die. Oh, het is super. We hebben een Minnie Mouse glitter. Oh. Mag ik er eens zien? Zit er nou een dik dingetje op? Zo, plasticje, stukje fout. Oh nee, dat is een handje. Een handje, mama. Oh. Voordat je hem eraf pult. My lord. Nou, zet ze even mooi neer. Yeah. En dit zijn ze dan echt onze nieuwe Disney Doorbos. En ja. We hebben gewoon gelijk de eerste dag al zo'n mega mazzel dat we Minnie Mouse en mevrouw Tepel hebben. Want ja, daar ben ik gewoon heel erg fan van. Indy weet dat wel. Want, ja. En ik vind de pop het leukst. Jij vindt? Deze het leukst. Ja, Scrump, van geloof ik. Scrump van, Lilo en Stitch. Ja. Even dichtbij nog even. Oh, kijk nou hoe leuk. Oh, dit worden echt onze verzamelfiguurtjes. Ze zijn trouwens maar echt heel klein hoor, want dit is mijn middelvinger, zeg maar. Ja. Zeg maar het kootje van mijn middelvinger is dit nou ongeveer. Ja. Maar ik vind het wel heel lief. Echt super schattig. Ik vind het niet duur, eigenlijk. Nee, en dat je er dan drie hebt voor €3,75. Ja. 74, dus nog geen 1,25 per stuk.
Heb je ze dan al? Ja. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik vind ze Lieve Boti Europe, bedankt voor dit pakket. Want we zijn hier echt heel blij mee. Vooral omdat wij onze Disney-verzameling nu weer uitbreiden. Ja. En we hopen dat jullie dit ook echt een leuke, ja, blind bags marathon video vonden. Wij in ieder geval wel. Ja, ik ook. Want ik ben hier zo blij mee. Ja. Hier gaan wij meerdere van aanschaffen. Deze nemen we sowieso mee in een Toys Hotel volgende keer. Ja. Vind je niet? Sowieso. Even zo'n huisje lijkt je ook leuk, hè? En je hoeft niet bij bol.com... Bij bol.com kun je dus die huisjes bestellen. Maar dat is niet dat je een verrassing krijgt. Je kunt dus echt kiezen... Echt? Ja. Welk huisje je wilt hebben. Oh, dat vind ik wel waar cool. Waar heb ik die doos gelaten? Dat weet ik niet. Waar dat achterop alles stond. Heen. Oh, daar achter de stoel. Achter die kruk. Achter die kruk. Ja, ik zie hem. Even kijken hoor. Oh, daar komt die beroemde gitaar komt weer. Ja. Nee, want als je kijkt welke je allemaal kunt krijgen, die kun je dus zou zelf ik echt voor die uitkiezen. Lilo gaan. Als die er is, dan nog. Lilo, ik denk wel dat je snel Moana. Moet zijn. En daar zit ook weer een speciaal ander figuurtje bij in. Hè? Ja. Dus dan krijg je ook weer twee figuurtjes. Dat vind ik echt heel cool. Ja, dus die kun je zelf uitkiezen. Nou, ik ben er heel blij mee. Ja, dat gaan we zeker weer doen. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Druk ook nog even op de abonneerknop. En we zijn erachter dat het belletje niet bij iedereen het doet. Want bij mij doet hij het niet bijvoorbeeld bij Enzo Knol. Nee? Nee, hij was uit. Oh. Terwijl ik hem wel ooit heb ingedrukt. Ga even kijken. Klik nog een keer op het belletje als hij wel aanstaat. Oh. En klik dan weer op het belletje. En als hij uitstaat, klik dan alsnog op het belletje. Dan krijg je gewoon een melding. En we hebben even gevraagd aan een paar van jullie op Instagram wat jullie de beste uploadtijd vonden. En er waren maar heel weinig antwoorden met 's ochtends. En dat zagen we ook aan onze video, de eerste marathonvideo, dat die het slechtst bekeken is. Dus we hopen dat het nou aan het einde van de middag, begin avond, dat we hem gaan plaatsen, beter wordt bekeken. En anders kijk je maar 3 keer. Ja. Want deze was te leuk. Je wil ons schillen nog een keer horen. Ja. Zullen we nog een ding-dong-ding-dong doen voor het duimpje en het abonneerknopje? Ja. Ding-dong-ding-dong. Doe allemaal uw duimpjes omhoog. Druk nog even op de abonneerknop, zodat u geen enkele video hoeft te missen. Want als u op het belletje drukt, krijgt u ook een melding. Ding-ding-ding-ding. En abonneer, abonneer, abonneer je hier. Op ons kanaal. Woe. Yeah. Doei. Allemaal. Bedankt voor het kijken. Mwah.